Hey Pieter, goed. Vertel eens even waar we zijn. In mijn moestuintje. In jouw moestuintje. Een klein tabakveldje. En jij bent onderdeel van een groter geheel, zie ik hier. Ja. Waar allerlei mensen van alles en nog wat verbouwen. En jij bent de enige die hier aan de gang is met tabak. En daar ben je volgens mij wel een uitzondering op. Nou, het komt erop neer dat ik niet eens de enige ben, maar dat is niet eens zo heel belangrijk. Oké. Okay. Er zijn ook mensen die het voor een ander doel neerzetten, wat planten. Er is hier een cactusliefhebber, die heeft zijn hobby in cactus. En die zet puur en alleen tabak om die later te vergruizen en in de cactusgrond te doen. Oké. Okay. Zodat je de wolluis tegenhoudt. Oké, okay, die cactus er wel last van kan hebben en dan krijg je geen wolluis erin. Oké. Okay. Maar vertel, wat wil je hier nader toelichten? Nou, hier staan volwassen planten, maar ik wil toch even terug naar het begin. Van hoe ik begin met het neerzetten van de plantjes hier. En dan gaan we naar beneden. Oké, okay, dan volg ik jou. Als ik hier deze banen uitzet. Deze planten die staan, dit is een Virginia Sweet Dark. Die zet ik op een 70-80 centimeter van elkaar af. In okay. een zigzagvorm. Maar als ik hier de banen uitzet. Plant ik de plantjes eigenlijk al in flauwe kuiltjes. Wat dieper als het gemiddelde van het veld. Okay. Dat heeft een voordeel, dat als je na half mei je planten buiten zet, dan kun je nog wel eens ooit een droge periode krijgen. Ja. En dat kuiltje maakt het makkelijk om plaatselijk nog een keer met de gieter er langs te gaan. Okay. Want dan hoef je niet het hele veld te besproeien. Dan kun je gestructureerd... Okay. Dan heeft het plantje blijft in de eerste tijd nog behoorlijk laag. Mm-hmm. Groeit wel wat op zijn blad, maar in het begin groeit hij het meeste op zijn wortel. Dan gaat hij zijn wortel ontwikkelen. Okay. En in de zomer krijgen we altijd wel een flinke wind, een storm of een bui. Ja. En dit zijn eigenlijk gewoon zeilschepen in de wind. Ja. En om nou, dan ben ik dus al wat dieper in de grond gestart. Ja. En op een gegeven moment, als de plant omhoog begint te komen, dan kun je een onderste paar blaadjes al eraf halen. Dat zijn vaak maar kleinere blaadjes, of zo misschien. Ja. Maar dan ga je aanaarden, zoals het heet. Dan ga je omliggende grond als een bult van wel 20-30 centimeter naar de stam toe schuiven. Ja. En dan heeft hij extra kracht om te blijven staan, want we hebben hier een vreselijke storm gehad en alles staat nog rechtop. Ja. Plus dat hij dieper in de grond zit in verhouding om ook beter bij het vocht te kunnen komen. Ja. Dat is het aanaarden. Hier, dit zijn echt grote bulten zand. Het zijn bijna molshopen, zie ik. Als je dan kijkt al naar het maaiveld hier, ja. dat is een 25, centimeter of 25, 30 centimeter. Ja. Met bamboestokken werken en al, dat werkt bij deze planten niet, want die stok zit in de weg van het kruis links groeien van de bladeren. Ja. Dit is gewoon een hele goede manier, is beproefd en werkt. Nou, helemaal duidelijk. Ik vind het een goede tip. Yes. Dank je.